Wat is dit voor jongen? Een bijzondere jongen. Een freak of nature, zoals ze dat wel eens zeggen. Ik heb best wel met wat atleten gewerkt, maar dit is wel een bijzonder portret. We zijn in de Bommelerwaard, een weiland in het dorp Ammerzoden waar Twan van Gent zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Hier heeft de BMX-coureur een replica gebouwd van de baan in Tokio. De eerste 125 meter zijn exact gelijk. Een uniek project waarbij ook de 8 meter hoge startheuvel identiek is aan die van Japan. We hebben met GPS-maten de hoogtes ingelezen, zodat we ook echt wel de juiste hoogtes hebben en de juiste afstanden. In Tokio kon je de eerste bult eigenlijk op twee manieren nemen. Dus of van de eerste naar de tweede top springen. Of je gaat van tevoren op je achterwiel en je blijft met je achterwiel volledig aan de grond. En de tweede manier zou in theorie sneller moeten zijn. Alleen het is heel lastig te trainen. Vooral als je er maar 3 uur kunt trainen in Tokio. Dus vandaar dat we het eigenlijk het plan zo hebben meegenomen en Tokio naar Ammerzoden hebben gebracht. Zodat ik dat kan oefenen in de maanden rechtstreeks voorafgaand aan de Spelen. Kimman en Van Gent. En Kimman is goed weg. En Van Gent is geweldig weg. In het midden van het beeld. 148 Van Gent. En kijk eens, hij is gevlogen. Hij is gevlogen. Hij is helemaal weg. Van Gent gaat op weg naar de wereldtitel. Alles valt eindelijk op zijn plaats voor Twan van Gent. Kijk eens. Een half jaar na zijn wereldtitel van 2019 brak de coronapandemie uit. En omdat er toen geen wedstrijden waren, had Van Gent tijd over. En kwam hij dus met het bijzondere plan van de replica. Ik heb gewoon gedacht, van hoe kan ik die extra tijd maximaal benutten in mijn voordeel? En ik denk dat ik daar dat ik het best voorbereid ben van iedereen. En brengt dat meer druk of zo met zich mee? Nee, eigenlijk niet. Ik weet gewoon dat ik er alles aan gedaan heb. En als het dan lukt of niet lukt, uiteindelijk kan ik daar mezelf niks verwijten. Het best voorbereid van iedereen, zeg je? Ja. Het hele deelnemersveld. Want niemand heeft dit. Niemand heeft het zo nagebouwd als ik het heb nagebouwd. Het eerste stuk. Dus daarop, op het eerste stuk ben ik, durf ik wel te zeggen, dat ik best voorbereid ben van iedereen. Het eerste stuk tot aan de eerste bocht is het belangrijkste. Ja, dat is 80% van de wedstrijd normaal gesproken. Dat heb ik nu veel langer kunnen trainen als anderen. Dus vandaar. Oké, riders. Random start. Riders ready. Watch the gate. Tokio naar Ammerzoden brengen. Dat klinkt wel leuk, hè? Ja, dus voor mij waar het allemaal begonnen is. En hier ga je je voorbereidingen doen op je grootste wedstrijd uit je carrière. En dan vallen twee dingen wel heel mooi samen. Als 4-jarig jochie stond ik hier letterlijk 100 meter verderop. Ja, tegen de dranghek aan van mama, ik wil fietsen. En uiteindelijk ben ik hier 25 jaar later mijn grootste voorbereidingen aan het doen. En dat is wel een bijzondere locatie voor mij. Een heel klein beetje dat je heup opent. Wel, daar kom ik omhoog. Hij kan echt enorm veel training aan. Hij legt de grens van zichzelf ook altijd hoog en altijd weer verder. Neemt niet snel genoegen. Hij is net zoals ik heel analytisch. Daarom staan we ook hier eigenlijk alles tot in detail voor te bereiden. Daar ben ik ook enorm van. Dus wat dat betreft passen we enorm goed bij elkaar. Qua persoonlijkheid zijn we ook weer water en vuur. Dus soms is het ook weer een haat-liefde verhouding. Maar daardoor komen we ook tot enorme hoogtepunten en vullen we elkaar enorm aan. Alles behalve goud, is dat een teleurstelling voor jou? Alles behalve mijn 100% halen is een teleurstelling voor mij. En dat, dan denk ik dat ik de focus op de juiste plek heb liggen. En waar het er goed voor is, dat weten we 30 juli. Twan is al 10, 12 jaren bij de absolute wereldtop. Alleen bijna altijd op de belangrijkste momenten ging het mis. Omdat hij gewoon de druk bij zichzelf te hoog legde. Of vooral bezig zijn met resultaat. En dat is eigenlijk waar we de afgelopen 2 jaar vooral aan gewerkt hebben. Aan die mentale kant. Om alleen maar aan die start te staan. Uitvoering van de taak. Als je dat doet, kom je tot die resultaten. Die komen daarna. Het zijn jouw derde Olympische Spelen al. Het zijn mijn derde Olympische Spelen. Je bent ervaren. Je bent nu 29. Ja. Dat maakt je misschien ook wel wat rustiger. Zeker weten. In Londen was ik een jonge hond en ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Uiteindelijk word je 5e en is dat een heel goed resultaat. Alleen hoe ik 5e ben geworden, weet ik niet.
ik weet niet wat ik deed om uiteindelijk dat resultaat neer te zetten. In Rio dan denk je van, nou ja, ik ben een van de favorieten. Ik laat het even zien. Nou ja, dan ben je dus met de verkeerde focus op de Spelen sta je dan. En dan lukt het uiteindelijk niet. Dat is een grote teleurstelling, want je weet dat er veel meer in zat. En van beide leer je en beide ervaringen neem je mee. En uiteindelijk is het gewoon maar een BMX-wedstrijd. Wat ik al 25 jaar doe. En niks meer, niks minder.